like challenge. Like deze video sneller dan dat ik over de noobs heen spring. Ik ben super snel, dat is 1, dat is 2, like challenge voorbij. Vandaag is het spannend. Dat daar is een gouden hand. Dit hier ben ik. En als ik op de gouden hand druk, valt hij naar beneden. En met deze gouden hand is alles wat ik aanraak van goud. Stel voor dat is in het echt zo. En je hebt even jeuk op je neus, je krabt en je neus is van goud. Ruik je dan alleen maar goudse kaas? Dus letterlijk alles wat ik aanraak. Dus stel voor deze muur is saai. Ik vind het een saaie muur. Nu is het de coolste muur die ik ooit heb gezien. Maar dit geldt echt voor alles. We hebben hier bijvoorbeeld een DJ booth. Je weet wel. Ooh, yeah. Ik vind die speakers saai. Ik wil ze goud. Oh. Niet alleen die kant, maar ook deze kant. Laat in de comments weten als jij één dag alles goud zou kunnen maken door het aan te raken. Au. Dat was mogelijk. Wat is dan het allereerste dat je zou aanraken? Oh my gosh, ik heb nu iets gedaan waardoor ik letterlijk niet eens meer hoef te klikken. Ik hoef er alleen maar tegenaan te lopen en het wordt goud. Hmm. Zijn de noobs al goud? Eén manier om daarachter te komen. Ik heb de noobs goud gemaakt. Behalve hun broek. Hun broek is dwars. Besef dat deze noobs nu gewoon duizenden Robux waard zijn. Maar wacht eens even. We kunnen naar binnen. Ook de binnenkant. Oh. Sorry, dat was niet de bedoeling. Ook de binnenkant, zoals de trap, moet allemaal van goud. Oh, dit is zo satisfying. Het voelt letterlijk alsof ik aan het schilderen ben. Iets wat ik in het echt waarschijnlijk niet zou kunnen zonder dat de wereld vergaat. Hé, hey, een boom. Ik hou van de natuur. Ik waardeer het. Maar het is niet goud genoeg. Oh nee, ik kan er niet bij. Maar wacht, nu ben ik benieuwd. Kan ik mezelf goud maken? Ah, nee, het werkt niet. Wacht, ik ben al goud. Nee, dat is niet waar. Het werkt gewoon niet. Oh, wacht even, er zijn nog meer noobs. Sorry jongens, ik ben jullie vergeten goud te maken, maar ik kom speciaal terug om het wel te doen. Er zijn veel meer items hier. En ze zijn allemaal gratis. Verf. Oké, wacht, nu ben ik benieuwd. Ik heb heel veel dingen goud gemaakt, maar stel voor ik wil het roze maken. Oh, oh. Irritant geluid. Maar het werkt niet. Eén goud is altijd goud. En op zich is dat best wel chill. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen: ik heb echt een slechte dag. Alles is van goud. Nee, dat klinkt niet logisch. Het volgende item. Over goud gesproken. Een pot met goud. Oké, wat gebeurt er als we die gebruiken? Oh my gosh. Ik heb letterlijk gewoon een cirkel gemaakt van gouden munten. Alleen slimme Roblox spelers mogen in mijn cirkel. Wat is 2 plus 2? Oké, ja, ik moet uit de cirkel. Oh, wacht eens. Ze hebben allemaal één groen been. Kom op, dat moeten we fixen. We moeten het been... Nee, ik wil het been... Ja! Dit is de allereerste 100% gouden noob. Jullie moeten hem aanbidden. Wat is nog meer goud? Deze taart. Tenminste, is deze taart... Oh, taart? Kan ik hem in hun gezicht gooien? Oh. Wat? Meneer, je hebt een taart op je schouder. Wat is nog meer goud? Dat kompas hier. Maar wat kunnen we ermee? Volgens mij is het letterlijk een kompas en kunnen het gewoon vasthouden. Oh nee, wacht. Het zegt letterlijk welke kant we op moeten lopen. Oh, en het leidt ons naar dit. Job, wat is dit? Je moet wat duidelijker zijn. Nou. Tada! Eerst was ik stom, maar nu ben ik stom in een kostuum. Is veel beter. Maar wat is nog meer goud? Deze hoed? Is dat überhaupt een hoed? Wat is dit? Het is een fluit. Oh, en het beste. Tix. Tix is interessant. Als je namelijk nu iets wilt... wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oh! Gratis Tix! Als je namelijk nu iets wilt kopen in Roblox, dan gebruik je dit. Een zak met Robux. Hoeveel Robux liggen er op de grond? Raad het in de comments. Maar vroeger gebruikte je dus Tix. Oh, 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 oh! Ik ben hier nog een tijdje bezig, want ik ga pas weg wanneer alles goud is. Zelfs mijn oma. Een gouden oma. Hoeveel mensen ter wereld zouden er een gouden oma hebben? Ik moet de eerste zijn. Oh, wacht eens even. Kan ik trouwens de muur van de map goud maken? Dude, wat? Oké, dat is best wel insane. Je moet je voorstellen dat dit letterlijk hetgeen is wat de map omringt. Om ervoor te zorgen dat mensen als ik en niet proberen uit te ontsnappen. En zelfs dat kunnen we helemaal goud maken. Wauw. Maar stel voor, er bestaat een toren gemaakt van goud. En we zijn er. Deze hele toren is gemaakt van goud. En oh ja, ik heb een gouden cape. Ik ben een soort van rijke Superman. Het doel is simpel. Oh. Het doel is simpel. Wij moeten proberen om bovenaan deze toren te komen. En ik weet het, dat klinkt makkelijk. Appeltje, eitje, rozijntje. Maar dat is het niet. Nee, het is echt, het is lastig. Tenminste, ik heb het nog niet eerder geprobeerd. Maar ik ga er maar gewoon eventjes vanuit dat het niet zo erg makkelijk gaat zijn. En vooral om de reden dat ik naar beneden val. En vooral om de reden dat er geen gebruik wordt gemaakt van checkpoints. Dus één foutje betekent helemaal overnieuw. Het is eigenlijk alsof je een soort van toets maakt en na één foutje komt de leraar naar je toe en die zegt, hey luister, jammer man, hem opnieuw beginnen. Ik bedoel, zie je dat voor je? Het is niet eerlijk. Het is vreselijk. Oh my gosh, wat is dit? Lasers. Heel erg veel lasers. Spring. Maar als je het eenmaal haalt, dan word je beloond met... Ik weet het niet. Het kan maar zo zijn dat je letterlijk niks krijgt. Oké, we hebben hier een laser, dus dat is...
Ik viel naar beneden. Oké, hoe gaan we dit doen? Er is een laser en die draait. En wij moeten niet geraakt worden. Oké, dit is op zich te doen. Gewoon ervoor zorgen dat als die langskomt, dat we er overheen springen. Het is eigenlijk touwtje springen, maar dan met gevaar voor leven. Dus het is eigenlijk niet hetzelfde als touwtje springen. Oh, dude, dit is zo spannend. Letterlijk, mijn handen smelten bijna gewoon. Oh, dit zijn echt van die nare sprongen. Wat? Nog een keer? Ik dacht dat ik je net al zag, dude. Wie ben jij? De tweelingbroer van Mr. Laser? De irritante lasermachine? Oh, snapperoni. Nou ja, alles is van goud. Dus eigenlijk, als je een klein stukje van deze obby zou kunnen afbreken, ben je gewoon mega rijk. Maar wij hebben een gouden cape, dus wij hebben geen geld meer nodig. Spring. Spring. Oh, nee. Lasers. Nog meer lasers. Come on. Voorzichtig. Hier overheen. Let's go. Soms weet ik ook gewoon niet wat ik moet zeggen in dit soort obby's, omdat ik zo bang ben dat ik in mijn broek plas. Ik bedoel dat ik val naar beneden. Oh my gosh. Ik weet niet, ben ik er bijna? Het is wel een beetje eentonig, of ligt het aan mij? Hier hebben we hem weer. Het is gewoon een drieling, deze lasermachine. Oké, spring en voorzichtig verder. En spring en voorzichtig verder. Je wordt er wel beter in naarmate je dit langer speelt, dat is waar. Oké, daar gaan we. Volgens mij moeten we nog maar een klein stukje, ukkie, pukkie. Oké, come on, dude. Oh my gosh. Een vierling, bestaat dat überhaupt? Nou... In Roblox wel, vooral als alles van goud is. Oké, daar gaan we. Dit is denk ik het laatste stukje en yes, we zijn boven. En ik zie daar een poort. Wauw, dit voelt goed. Eerst hebben we alles veranderd in goud en nu hebben we de hoogste gouden toren ter wereld gehaald. Oh, we kunnen hier niet naar binnen. Teleurstelling. Maar waar vind je goud? Ik draag een hoed onder de grond. Of eigenlijk in een schatkist. Oh. We beginnen al met graven. We hebben een schatkist gevonden. Oké, dat ging een stuk sneller dan ik dacht. En ik moet zeggen, ik vind het een beetje saai. We gaan naar beneden, in het zand. Maar er moet een betere plek zijn om te zoeken naar goud. En oh ja, ik heb een gouden lepel. We hebben een gevangenis, speelgoedland, een vulkaan, VIP-land, wat naar boven is, de helikopter. En aan deze kant, Dominusland. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de gevangenis. Tenminste, dit hier is de gevangenis, maar dit is een soort van de zandbak van de gevangenis. Oké, we beginnen met graven. Ik ben benieuwd wat we gaan vinden. Laten we zeggen dat als we één schatkist hebben gevonden, oké, dat is er één, dat ik, dat is de tweede, nice. Dat ik naar een nieuw gebied mag. Oké, weet je wat? Drie. Een schatkist. Oké, dit is de derde. Het gaat allemaal een stukje sneller dan ik dacht. Oh, hier is de vierde. Oké, kortom. Goud vinden met een gouden lepel bij de gevangenis. Dat is mega makkelijk. Maar is er ook een goud huisdier? Is niet goud. Oeh. Deze ziet er goud uit. En we nemen hem mee. Deze is trouwens een beetje vurig. En dat doet mij aan een vulkaan denken. Oh. Oh nee. We kunnen hier nog lang niet heen. Tenzij we 600 Robux betalen. Ik kijk niet. Oh, dat ging per ongeluk. Oké, het ging expres. Deze dude is eng. Maar kunnen we hier dan ook goud vinden? Nee, deze video draait om goud. Dus we gaan het proberen. Als we één schatkist vinden... Dat is er één. Oké, weet je wat? Als we twee schatkisten vinden, dan ben ik super, super blij. Ik bedoel, dit is bij een vulkaan. Vulkanen zijn heet. Ik kan me voorstellen dat een piraat hier niet graag zijn schatkist... Dat is de tweede. Deze nemen we mee. Ik kan me voorstellen dat een piraat hier niet graag zijn schatkist begraaft. Oké, misschien ook wel. Dit is namelijk alweer de derde. Ik ben benieuwd. Hoe diep zou... Oeh, dat is een regenboogschatkist, dude. Oh, wauw. We kunnen deze bijna niet meenemen. Deze is echt super overpowered. Oké, dit is interessant, maar het kan beter. Dominusland. Voor de mensen die niet weten wat een Dominus is. Een Dominus is een van de zeldzaamste soort hoeden, helmen, dingen die je op je hoofd kunt zetten. En je hebt ze zelfs in het goud. Oh my gosh. Ik wilde naartoe, maar... 550 Robux. Oké, vooruit. Omdat ik het moet weten. Oké, wacht. Ik moet het juiste plekje vinden. Ik ga voor deze. Kunnen wij hier nog meer goud vinden? Oké, we hebben de eerste schatkist. Maar deze was zilver. Ik zoek natuurlijk naar een echte gouden. En volgens mij hebben we die gevonden. Telt dit als een schatkist van... Oké, dan nemen we hem mee. En we gaan nog meer naar beneden. We hebben al twee eilanden unlocked. Maar er zijn er volgens mij meer. Waar we nog niet naartoe kunnen, maar waar we wel naartoe willen. Wauw, drie kisten tegelijk. Oké, kan ik deze in 3 seconden weghalen? 1, 2, 3. Oké, dat was misschien... Ik telde langzaam. Oeh, wat is dit? Een epic chest. En een zilveren. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Kunnen we hier ook een Dominus vinden? Nou, dit is geen Dominus. Maar ik neem het mee. Met die gouden lepel graven. Gaat echt mega, mega goed. Als ik in het echt een gouden lepel zou hebben, zou ik gewoon bang zijn om ermee te eten. Dit is letterlijk een dobbelsteenkist. Dat was een hoop waard. Maar nog steeds geloof ik dat het beter kan. En we hebben weer een dobbelsteen. Ze hebben zelfs een Dominusboom. Speelgoedland. Oh my gosh, serieus? 350. Vooruit. Omdat we de gouden toren hebben gehaald. Wauw. Stel voor, jij kan één object in goud veranderen. Een telefoon, een fidget spinner, een toiletrol. Het mag alles zijn. Wat zou je dan kiezen? Ik zou letterlijk gaan voor iets wat helemaal niks waard is, maar wat wel een soort van groot is. Misschien gewoon letterlijk een ballon. Ik zou de ballon zo groot mogelijk opblazen. Oeh, dat is een gouden kist. En dan zou ik hem veranderen in goud. We gaan weer terug. Wat hebben we nog niet gehad? Oeh, Atlantis. Oh man, 300 Robux. Dit is duur. Maar we moeten erachter komen waar de beste kisten liggen. Oké, we zijn in Atlantis en we graven erop los. Oh, we hebben er gelijk twee. Hé, dat is best wel snel. Tot nu toe staat Atlantis
Atlantis bovenaan. Weer twee kisten bij elkaar. Atlantis doet het echt... Wat? Weer een kist? Atlantis doet het serieus goed. We gaan weer weg. Volgens mij hebben we alles gehad. Tenminste, oh nee. De maan en Mars. Spam in de comments, welke raket zou jij ingaan? Maan of Mars? Ik ga naar de maan. 250 Robux. Volgens mij heb ik al meer dan 1000 Robux uitgegeven. Terwijl het juist de bedoeling zou zijn... Hey alien. UFO, dat we goud zouden verdienen. Maar misschien gaan we hier wel buitenaards goud vinden. Oké, de eerste kist is gewoon normaal. Ik wil een gekke, slimy, groene alien kist. Dat is waarom ik hier ben. En omdat ik het cool vind om naar de maan te gaan. Oeh, dit is een astronautkist. Die is nieuw. Nice. En de domino kist. Oké, nu is het tijd om te stoppen. Alles wat we aanraakten veranderde in goud. Behalve ik. Waarom word ik geen goud? Abonneer en adios.